Maurice de Hond, op weg in de trein met wifi, onderweg naar Groningen met je iPad. Ik overval je even omdat ik even wil vragen als jij denkt over de officieren van justitie, waar jij ruim mee te maken hebt gehad, wat die nou met social media zouden kunnen doen? Wat komt er dan bij je op? Het basisprincipe van the wisdom of the crowd. Er worden al verschillende proeven gedaan, ook bij de politie, om de burger in te schakelen vanuit hun kennis en hun know-how. En ik denk dat in allerlei professionele omgevingen, en zeker ook bij het OM, de know-how en de kennis van burgers belangrijk is om in te zetten. Wat voor kennis heb jij dan gemerkt? Want je hebt enerzijds natuurlijk opsporing wat bij de politie zeg maar vooral zit. Dus de politie die zet allemaal YouTube-filmpjes en die zet allemaal cold cases uit. Maar het OM moet daar op basis daarvan moet die zeg maar een strafmaat gaan vragen. Hoe zou die groep daarvan gebruik zou kunnen maken? Nou, wat ik gemerkt heb, met name vanuit de Deventer-moordzaak, maar ook van andere zaken die ik heb bestudeerd, is dat de kwaliteit bij de opsporing en de kwaliteit van het NFI ver beneden peil is. En dat houdt in dat en dat betreft met name daar waar het op hoogwaardige technische onderdelen gaat, is die kennis bij de politie heel slecht en bij het NFI is die ook matig. En ik merk zelf dat ik verbaasd ben over de know-how en kennis die ik kan krijgen als ik burgers op specifieke onderwerpen inschakel. En het minste wat ze in ieder geval doen, is mensen op een spoor of in een richting van denken zetten die je vaak in kleinere groepen niet aantreft. Ja, maar heb je natuurlijk, je bent weer echt mild, hè, ver beneden peil, maar je zegt vooral op hoogwaardige zaken. Jij kunt als burger allerlei zaken op het internet gaan zetten. Dat is denk ik aan het OM niet voorbereid. Die kan niet zeggen van joh, we hebben een probleem, we hebben hier bewijs, wat denken jullie ervan? En dat aan de WIS, dat kunnen ze niet aan de crowd overlaten. Dat past toch niet bij de privacy en bij de manier van werken van een rechtsstaat? Ja, bij sommige onderdelen zie ik helemaal het bezwaar niet. Ik bedoel, als je een soort situatie hebt, zoals bijvoorbeeld bij de Deventer-moordzaak, waarin er een telefoongesprek wordt gevoerd over een afstand van 25 kilometer en waarvan het OM zegt, ja, dat is onmogelijk op basis van deskundigen. En ik schrijf daarover op mijn website en ik krijg gewoon mails van mensen die zeggen, ja, ik was op vakantie in Walcheren en toen kreeg ik ineens een rekening vanuit België, dat ik vanuit België gebeld zou hebben. Nou, ik heb eens gemeten en dat is 27 kilometer. Dus dat soort kennis al brengt je in een richting waarbij je in ieder geval uit die tunnel komt, waar je zo makkelijk inslaat, en zeker makkelijk inslaat, als de kwaliteit van het onderzoek toch matig is. Maar dat betekent dus dat de argumentatie, jij zou ervoor pleiten om de argumentatie van het OM, wat wel in de rechtszaak te voren komt, om die al van tevoren te publiceren en te kijken of deskundige burgers daar iets op kunnen zeggen en daar hun kennis aan kunnen toevoegen. Nee, dat bedoelde ik niet, maar bepaalde onderdelen, bepaalde vraagstukken. Het vraagstuk zo van, is het mogelijk dat? Dat heeft eigenlijk SEC met de zaak wel wat te maken, maar geeft niet de hele zaak weer. En er zijn gewoon veel meer technisch gedeelte. Ik heb met burgers veel meer know-how nu verzameld over DNA, onderzoek. En ik ben verbaasd hoeveel kennis daarmee vergaard heb. En die kennis die is niet aanwezig. Nu krijg ik de conducteur die mijn kaart brengt. Ja, ik had. Ja. Heb je wel een kaartje gekocht, Maurice? Via internet natuurlijk. Ja, via internet. Goed zo. Ja. De wifi van de NS is niet briljant, maar het is allemaal te volgen. Oké, dus je zegt even van, als er bepaalde vraagstukken zijn die niet duidelijk zijn, bijvoorbeeld kan een mobiele telefoon over 27 kilometer een gesprek hebben, dan zou je dat gewoon, dat soort vragen zou je op het internet kunnen posten in de hoop of je een expert kan vinden die daar iets over kan roepen. Ik denk dat dat inderdaad wel heel ver gaat voor zo'n
voor zo'n instantie die zichzelf eigenlijk als uitermate competent ziet op alle gebieden. Terwijl we dat natuurlijk niet kunnen toegeven dat dat bijna onmogelijk is. Ik heb nog een ander voorbeeld. Ja. Vertel. Ja, maar het blijkt. Het blijft, en als ik met politiemensen of mensen van het OM en rechters spreek, dan merk je ook dat ze best beseffen dat hun kennis ten aanzien van technische zaken beperkt is. En je merkt gewoon toch dat, dat één of twee deskundigen vaak ook maar een beperkte hoeveelheid know-how hebben. Veel minder dan je zou denken. Terwijl zo'n hele zaak gebaseerd is op de mening van... van één of twee deskundigen, terwijl het vaak veel complexer en veel veelzijdiger ligt. Ja. Ja. Wat had je voor een ander voorbeeld, Maurice? Ik stond jij graag wat had onder je viaduct door, denk ik. Ja. Ik zit me af te vragen of we even moeten proberen om... Want je hebt ook 3G op je iPad, of niet? Ik heb ook 3G. Zou je denken dat het beter? Ja, probeer bel me even terug op 3G, want dit is echt een beetje K. Ik probeer nog even 3G, oké?